Jermaine, gefeliciteerd. Je was vandaag ongrijpbaar voor de Ajax-defensie. Ja, klopt. Ik had, vanaf minuut 1 begon ik goed. En dat heb ik eigenlijk de hele wedstrijd doorgezet. Dus goed gevoel. Ja, NEC heeft een moeilijk seizoen. Jij hebt ook een moeilijk seizoen hier. Ja, klopt. Het team draait niet lekker. Ik zelf draaide niet lekker. Ik heb een aantal redelijke wedstrijden gespeeld. Maar veel te weinig naar mijn mening. En de supporters vonden dat ook. En nou, ik denk dat ik vandaag wel heb laten zien wat ik een beetje kan. Ja, want er waren supporters boos dat Mario Benja vandaag opstelde. Hij heeft dat moeten verdedigen. Wat vind je daar dan van? Van de trainer krijg ik natuurlijk heel veel vertrouwen en ja, ben ik blij mee. En ja, de supporters, ze hebben een klein beetje gelijk dat ze vinden dat ik het niet goed doe. Maar goed, aan mij de taak om het te laten zien dat ik het wel kan. Dus dat heb ik vandaag denk ik wel een beetje laten zien. Ja, en dan je tweede goal? Ja, een opluchting. Als spits zijnde wil je zoveel mogelijk goals maken. En dit is pas mijn tweede. En ja, was heel blij mee. Je juicht alleen zo raar, vond ik. Je duwde iedereen weg. Je was een soort van boos, begreep ik niet. Ja, klopt. Op dat moment komt er een beetje emotie naar boven. En de supporters die me de ene keer uitschelden en allerlei dingen naar mij roepen. En op een gegeven moment staan ze voor je te juichen en je naam een beetje te scanderen. Dus ja, was een raar gevoel. Nee, niet tegen je teamgenoten neem ik aan, want die duwden je weg. Ja, klopt. Op dat moment komt er een beetje emotie, wat ik net al zei. En, ja, het was niet goed om ze weg te duwen, maar goed, ze weten wat er speelt dus. Een rare week. Dat blijf ik raar vinden. Je verliest van Zwolle, maar je kan het wel vandaag opbrengen om zo goed te voetballen. Dat mag toch eigenlijk niet? Ik weet niet zo goed wat ik daarop moet zeggen. Ik denk dat we tegen Zwolle geen inzet hadden, niet gemotiveerd waren. En ik denk dat we tegen Twente dat wel waren en vandaag tegen Ajax weer. Dus ik denk dat dat het grootste probleem is geweest tegen Zwolle. Ja, maar dat is toch eigenlijk belachelijk? Het is je beroep, je bent voetballer, komen mensen naar het stadion. Dat kan je toch niet maken om niet gemotiveerd te zijn? Nee, dat klopt. Ik weet ook niet hoe dat komt. Ik denk dat we misschien Zwolle een beetje onderschat hebben. Het is belachelijk natuurlijk, maar goed. We hebben daar een streep achter gezet. En ik denk dat we vandaag wel hebben laten zien dat we weer een goede lijn kunnen doortrekken. Ja, dit is niet een eenmalige uitschieter omdat het tegen een topclub is. Je denkt dat je dit ook gewoon tegen andere clubs kan? Ja, ik denk het wel. En woensdag staat er weer een wedstrijd en ik denk dat we het dan weer kunnen laten zien en eigenlijk moeten laten zien. En ook belangrijk, de nieuwe jongens. Denk je dat het team nu compleet is? Ja, de selectie is wat breder geworden. We hadden natuurlijk een smalle selectie. En Kevin deed naar mijn mening heel goed. Jeroen doet dat, ja, begon tegen Zwolle dan iets minder misschien. En deed vandaag naar mijn mening heel goed. En Bassie Bum natuurlijk, goede voetballer. Ik denk dat het ons team wat completer maakt. Je ogen gaan helemaal stralen als je Bassie Bum zegt. Ja, klopt. Ik ben blij met hem. Hij levert heel veel arbeid en maakt misschien meters voor een ander. En dat is voor mij dan ook weer goed. Oké, dankjewel. Graag.